zijn hier op de dag van de shopmanager, midden in de realiteit van mensen die in de distributie werken. En we zijn hier samengekomen met 20, 25 shopmanagers om te spreken over een thema waar dat zij dagelijks mee in aanraking komen, conflicten in hun team. Ik vond deze dag van de shopmanager zeer leerrijk en zeer ingrijpend en zeer praktisch gericht. Omdat je in de praktijk een uitwisseling hebt tussen verschillende collega's. Je werkt eigenlijk in dezelfde sector, maar toch in je eigen onderneming. En je wisselt ideeën uit en je leert ook van elkaar. Vandaag hadden we het over conflict situaties binnen ons eigen team en hoe dat we die kunnen oplossen en wat onze positie is. Wat mij vooral is bijgebleven is dat onze positie als zijnde store manager zich toch bevindt tussen ons team en tussen de organisatie. Ik vond vooral het blad van de conflictenschema's heel belangrijk, omdat ik vaak merk als wij conflicten hebben bij ons in het bedrijf, dat de oplossing vaak in trap 3, 4, 5 vertoeft en eigenlijk niet naar de win-win situatie wordt overgegaan. En dat vind ik wel heel belangrijk en dat ga ik ook delen met mijn grote bazen. Mensen die in een leidinggevende rol zitten, die komen ons als vakbond vaak in eerste instantie tegen als zo wat luis in de pels. Die ambetanterieken die vaak ontevreden zijn en problemen aanklagen. Met dit soort initiatieven willen wij aantonen dat we er ook voor mensen in leidinggevende rol heel graag willen zijn. Het zijn ook werknemers die hun eigen specifieke issues tegenkomen en waar dat we als vakbond graag de verbindende factor tussen collega's willen zijn. Het is zeker voor mij voor herhaling vatbaar, zelfs nog meerdere keren.